een rondje, maar ik kom zeker een keer rustig terug. Woensdag 17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. En hier in het Vechtdal komt af en toe iemand voorbij die in die Tweede Kamer hoopt plaats te nemen. En we hebben nu iemand gevonden die we nog niet kennen, maar die er bijna zeker toch wel in komt. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie hier even langs willen komen als fractie van de ChristenUnie. Waarom hier? Wij snapten dat even niet, maar het bestuur, Luc Visser, die vond het wel fijn om in de route ons bedrijf ook mee te nemen. Om even te laten proeven aan een rundveebedrijf. Jullie zijn hier bij de familie Zieleman. Senior, maar dat kon niet missen. En junior. We zitten hier in bedrijfsovername. We zijn nu 10 jaar samen in het VOF. Nou, ik ben zelf 66, René is 40. En we hopen binnenkort het proces af te wikkelen. Ja, je bent echt gefocust op melk. Nou ja, dus ik zeg dus gekscherend, de melk die verwerken we allemaal zelf. En die brengen we zelf tot waarde. We noemen stel boeren noemen dat samen. En dan noemen we Friesland Campina. Laten we hem zelf maar even voorstellen. Ja, goeiedag. Ik ben Pieter Grimmies. Ik ben lid van de ChristenUnie en sta op de kandidatenlijst op nummer 5. Dat betekent dus dat je bijna zeker bent dat je in de Tweede Kamer komt. En nu ben je hier bij het boerenbedrijf van Zieleman. Wat kun jij nou de landbouw hier in het Vechtdal bieden? Nou, ik ben zelf van boerenkomaf. Ik ben opgegroeid op een akkerbouwbedrijf. Niet in deze streek, maar op Goeree-Overflakkee. En ja, ik wil heel graag mij inzetten voor een beter verdienmodel, voor meer stabiel overheidsbeleid, zodat je weer de zekerheid als boer hebt van als ik investeer, kan ik het ook terugverdienen. En ja, ik kan het niet allemaal met vingerknip oplossen, maar ik kan wel beloven me in te zetten voor boeren zoals hier de familie Zieleman, die een prachtig bedrijf hebben, dat ze ja, niet alleen vandaag, maar ook over 10 jaar nog een goede boterham hier kunnen verdienen. Je hebt het over een goed verdienmodel. Nou wordt er ook al gezegd van de boeren hebben geen verdienmodel. Ze zijn een verdienmodel voor de leveranciers van veevoer, voor de banken, voor de supermarkten, noem maar op. Het is toch heel moeilijk voor hen. Ja, de boeren hebben over het algemeen eigenlijk, ze zijn het belangrijkste onderdeel van de keten. Zij leveren uiteindelijk het voedsel, maar ze hebben ook eigenlijk de zwakste positie in die hele productieketen. Ze zijn inderdaad afhankelijk van financiering, van voerleveranciers, van supermarkten die te weinig betalen voor hun producten, maar het wel duur aan de consument verkopen, om zo te zeggen. Maar ook afhankelijk van de politiek. En daarom is mijn inzet om samen met boeren, maar ook samen met bijvoorbeeld partijen als supermarkten, het verdienmodel van de boer te verbeteren. En als het niet lukt op vrijwillige basis, dan zijn wij ook bijvoorbeeld bereid om desnoods een heffing op die supermarkt te leggen, zodat boeren rechtstreeks wat terugzien van al hun prestaties die ze leveren en die niet worden betaald in de markt, door de markt. Maar ik vergelijk het altijd met mijn vrienden. Ik heb de meeste vrienden die wonen gewoon in de straat of in het dorp. Die zeggen ook altijd, de koeien moeten buiten zijn. Je moet dit, je moet dat. Prachtig allemaal. Ja. Kom ik daar in de keuken, kijk in de koelkast. Ja, er staat gewoon dat pakje van Aldi. Hè? Ja, en er staat geen Campina. Ja, ja. Nou is dus de ChristenUnie eigenlijk een voorstander van kringlooplandbouw. Maar de boeren zeggen allemaal van, ja, maar hoe doe je dat dan? Nou, kijk, veel boeren werken al in kringlopen. Alleen, en een kringloop hoeft ook niet per se gesloten te zijn op je eigen bedrijf. Dat kan in de regio, dat kan ook deels over de grens. Hè, want kringlopen zijn veel groter dan alleen maar Nederland. We werken hier in de Europese Unie, bijvoorbeeld op de interne markt. Maar wat wel, er kan wel heel veel beter, waardoor die kringloop beter gesloten raakt. Denk bijvoorbeeld aan de mestwetgeving. De mestwetgeving die maakt op dit moment onmogelijk om mest te verwerken tot een hoogwaardig product, wat ook als kunstmestvervanger kan worden ingezet. Waardoor veel akkerbouwers bijvoorbeeld relatief veel kunstmest gebruiken en niet zoveel hoogwaardige mestverwerkte producten. En ik denk van dat het heel belangrijk is om bijvoorbeeld dat soort belemmeringen voor kringlooplandbouw weg te nemen. En daar hebben we Europa voor nodig. En ik ga me in ieder geval na 17 maart er echt voor inzetten dat het mestbeleid beter wordt. Zodat je mest van de koeien
als akkerbouwer ook hoogwaardig verwerkt goed kunt inzetten. Maar is Europa niet eigenlijk zelf ook een belemmering juist voor die kringlooplandbouw? Want Europa die zegt eigenlijk van zo hoog mogelijke opbrengst per vierkante meter en zo hoog mogelijke opbrengst per dier. En dat stuit toch wel een beetje tegen de principes van de kringlooplandbouw in? Ja, zeker. Op dit moment zijn er heel veel belemmeringen. En een van de grootste belemmeringen op korte termijn is die nitraatrichtlijn, de mestwetgeving, die het onmogelijk maakt om kringlopen beter te sluiten. Onze beste mest wordt afgevoerd. Dan hoef je er minder kubus af te voeren. Maar ja, die grond is zo vruchtbaar, je schreeuwt erom. Echt, je kunt alles op het land wat vroeger was, waar iets meer organische stof in de grond zit, kun je zo aanwijzen. Nou, dus de grond schreeuwt om mest en wij moeten het afvoeren. De traditie van Europa is natuurlijk veel voedsel produceren voor een lage prijs. Dat is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog ingezet, dat beleid. En daarom wat in twee generaties is ontstaan, dat kun je niet zomaar in een paar jaar ombouwen en op het bordje van de boer leggen. En wat de ChristenUnie betreft gaan we daarom de komende jaren samen met de boer, en waar extra eisen zijn, dat er ook extra subsidies zijn en een extra verdienmodel, om dat ook mogelijk te maken. Maar dat zal niet binnen twee, drie jaar zijn opgelost. Dat vergt veel tijd. En voor nu is het allerbelangrijkste dat er, ja, dat perspectief komt voor een boer, dat ze weten van dat we niet de ene jaar worden verrast door strenge fosfaatwetgeving en het volgende jaar door stikstofwetgeving, maar dat er stabiliteit en ruimte komt voor je vakmanschap en voor het zijn van boer, ook hier in het Vechtdal. Ja, wij zitten nu vrij veilig. De manier hoe wij boeren, wij hebben een lage kostprijs, we doen het goed. Dus ja, we zitten nu veilig, maar voordat je weer een stap neemt met zo'n marge, dan neem je risico. Maar kunnen we niet zeggen tegen de boer van nou, het is verstandiger om ermee te stoppen. Hè? We hebben in Nederland, de helft van het grondgebied van Nederland wordt bezet door de veeteelt, ja. Voor de veeteelt. We hebben eigenlijk te weinig ruimte, maar we hebben wel een land wat voor bijna 100 miljard exporteert aan landbouw. Ja, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat jonge boeren, bijvoorbeeld hier op dit bedrijf is de overname bijna afgerond en gaat de zoon verder met het bedrijf van zijn vader, dat er perspectief blijft voor jonge boeren, zeker voor grondgebonden boeren zoals hier. Dus dat vind ik wel het allerbelangrijkste. En ja, tegelijkertijd, er zijn ook heel veel boeren van, bijvoorbeeld de helft van de 55-plus boeren heeft op dit moment geen bedrijfsopvolger. Kijk, dat geeft ook de mogelijkheid om enerzijds ruimte te houden voor jonge boeren om te kunnen groeien, om te kunnen ondernemen. En tegelijkertijd ook ruimte te krijgen voor wat extensiever landgebruik. Voor het goed zorgen voor je natuurgebieden. Dus volgens mij kunnen we, als we er de tijd voor nemen en slim omgaan met zoiets wat op zich verdrietig is, namelijk dat er minder boeren komen, kun je volgens mij en dus bedrijven zoals hier perspectief geven en ook goed zorgen bijvoorbeeld voor natuurgebieden die nu op dit moment last hebben van stikstof. Dus de boer ook als beheerder van het landschap? Absoluut, maar dan wel met een echte beloning en dat het niet alleen maar een soort onkostenvergoeding is. Want dat is natuurlijk nu het probleem, dat de boer moet het geld verdienen met de melk. En die melkprijs die is niet altijd hoog genoeg om daar een goed inkomen uit te halen. En dan alle andere inspanningen die je doet voor grutto's in de wei of voor akkerrandenbeheer of wat niet al. Ja, daar krijg je alleen een soort van onkostenvergoeding voor. En dat is niet echt een beloning, terwijl je wel als boer de beheerder bent van ons prachtige Nederlandse landschap. Dus de ChristenUnie, als ik dat even zo even mag samenvatten, is voor kringlooplandbouw, maar wel met toekomst waar een boer ook echt van kan zeggen van nou, daar doe ik het voor. Ja, precies. En zeker niet dogmatisch van een kringloop moet in één dorp of op één boerderij gesloten blijven. Nee, meer als een perspectief dat je zo goed mogelijk met je nutriënten omgaat, met je mest omgaat. Zodat we ja, ook een volhoudbaar model hebben, zowel qua inkomen als het gaat om onze natuur en milieu. Ik vind het een heel mooi woord, maar met open grenzen, en de rest van Europa moet je concurreren. Die kennen de hele kringloop niet. Die kennen sowieso weinig regels. En als je daarmee moet concurreren, dan weet ik niet als wij wel concurrentie kunnen bieden. Zeg maar. Ga je er nou zomaar in, als je in Den Haag bent, ook ervoor dat de boer eindelijk eens een keer zekerheid heeft, langer dan bijvoorbeeld een half jaar, dat ze dus zeggen, kunnen we nou tussen nu en over 5 jaar, weet ik tenminste waar ik aan toe ben? Ja, kijk, garanderen kan ik niks. Ik kan wel zeggen dat ik me in ieder geval in ga zetten voor, na al die wetten over fosfaat en stikstof, dat het tijd is om echt samen met boeren tot een landbouwakkoord te komen. Maar ook met bijvoorbeeld de banken erbij, de leveranciers van voer, de supermarkten. Dat we een landbouwakkoord krijgen waar we ons met z'n allen aan houden. En dat voor 10 jaar bijvoorbeeld zekerheid geeft van die kant gaan we uit. En je hebt perspectief dat je een boterham kunt blijven verdienen, ook als boer in dit mooie land en ook in het Vechtdal. Nou, dat laatste wou ik dan even op mee afsluiten. Je bent nu vandaag op bezoek in het Vechtdal. Wat neem je tot nu toe mee naar Den Haag over het Vechtdal?
Nou, ik vind echt hartstikke mooie bedrijven. Ik zie bijvoorbeeld, ik ben net bij een pluimveebedrijf geweest. En wat mij daar opviel was het ondernemerschap. Van goed kijken wat zijn de mogelijkheden en de kansen die de markt biedt. En je daar eigenlijk op aanpassen. Want je moet het in die markt moet je het er wel verdienen. En wat ik hier heel erg mooi vind is van de liefde voor de grond. De liefde voor de beesten. Dat men vooral op zoek is naar een houdbaar verdienmodel. Zodat je weet van, ik wil vooruit. Ik ben een jonge boer, ik wil vooruit met dit bedrijf. Maar ik wil ook wel de zekerheid hebben van de overheid dat ik over 10 jaar er ook nog mag zijn. En ook echt mag zijn in de zin van dat ik niet word weggekeken. En dat neem ik ook wel erg mee. Dat die trots op het vak, op het beroep, op het zijn van de boer, wat eigenlijk een levenswijze is. Ja, dat ik dat ook als politicus in Den Haag gewoon moet uitspreken. Van we vragen niet alleen veel van boeren, we eisen niet veel alleen van boeren. Ze zijn onze voedselproducenten en ze zorgen voor ons landschap. En ja, dat mag de boeren zelf, maar ook mij als politicus vervullen met trots. Nou is ook deze boer in Den Haag geweest, hè, vorig jaar. Je hebt het net al even met hem erover gehad. Ja, ik ben ook in Den Haag geweest, ja. En een van je reacties was van, ik heb nog nooit zoveel mooie trekkers gezien in Den Haag. Ja. Maar wat heb je nog meer gezien? Ja, kijk, de aanleiding was natuurlijk helemaal niet zo leuk en zo mooi. Maar het was wel een fantastische dag, die 1 oktober in 2019 in Den Haag. Met trekkers van alle kanten van het land die aan alle kanten Den Haag binnenreden. Maar ja, wat ik vooral heb gezien is van, alsjeblieft, je hebt ons net met de fosfaatwetgeving in 2015 politiek ons enorm onder druk gezet. Nu ligt er een enorm stikstofprobleem wat op ons bordje wordt geschoven. Dit is niet terecht. Wij worden nu als een soort van, ja, bijna als een soort van misdadigers weggezet. Dat wij slecht zouden zorgen voor de natuur en voor het landschap. Maar het is de samenleving, het is de politiek die ons deze richting op heeft geduwd. Alsjeblieft, help ons en geef ons perspectief. En kom niet ieder jaar met nieuwe wetgeving waarmee het ons steeds moeilijker maakt om boer te kunnen zijn. En daarvoor ga jij zorgen? En daar ga ik me voor inzetten. Ik wil dat mensen die nu boer zijn, en zeker jonge boeren die vooruit willen, dat die inderdaad vooruit kunnen. Regels is niet erg, maar met terugwerkende kracht 2 jaar terug, daar kon ik heel slecht tegen. Heel slecht. Vond ik ook echt gewoon een slechte daad. Maar goed, we hebben er wel mee te maken. En nu we hier zo zijn, is gewoon kijken hoe gaan wij verder. We gaan het nu overnemen. En wil ik wel weer terug naar Jongvee. Dat betekent investeren. Maar ja, wat gaat we gaan verkiezingen doen. Die komen er in het kabinet. We weten het niet. Heb jij nou ook een beetje ambitie om bijvoorbeeld Carolus Schouten op te volgen? Nou, ik heb nu vooral de ambitie om, als ik gekozen word, een goed Kamerlid te worden. Een goed Kamerlid wat bijvoorbeeld opkomt voor ons mooie landschap en onze boerenstand, zodat ze verder kunnen. Pieter, bedankt en sterkte in Den Haag. Dankjewel. Ranomi, we staan hier in de stal en wat is jouw koe? Gertina. Wil jij hem eens aanwijzen? En vind je het hier nou ook mooi op de boerderij? Ja. Wat vind je daar zo mooi aan? Gewoon hele mooie koeien. Het zijn gewoon hele mooie koeien. En wil jij nou later ook boerin worden? Ja. Waarom? Omdat ik het gewoon leuk vind. In de stal. Wat vind je daar nou zo leuk aan in de stal? Maar het stinkt toch? Nee. Ik woon op een boerderij en dat stinkt het niet. Het stinkt niet. Je moet 's morgens heel vroeg opstaan. Nee, papa moet vroeg opstaan om 5 uur, maar ik niet. Maar als jij later boerin bent, dan moet jij ook goed vroeg opstaan, toch? Ja. Geeft dat niks? Nee. Nee. Is even stil, hè? Vader en zoon Zieleman, jullie hebben net een bedrijfsbezoek gehad van iemand die zometeen in de Tweede Kamer zit. Pieter Grinwis van de ChristenUnie. Heeft het jullie gebracht wat je ervan verwachtte? Ja, we stonden er open tegenover. Weinig voorbereid, gewoon op ons af laten komen. De persoon Pieter kwam goed over. Hij komt ook uit een boerennest. En hij kent de stad. Hij heeft al lang geproefd aan het ministerie. Achtergrondwerk voor de minister. Kwam goed over. Nou, is het natuurlijk, de boerderbedrijf heeft heel veel problemen, kent heel veel problemen. En soms denk ik ook wel eens, verwacht nog veel meer problemen. Is dat ook een beetje weggenomen? Weggenomen, nee.
Want de politiek heeft mij vaak tegengevallen, heel vaak. En, maar ik heb wel een goed gevoel bij hem. Dan ben je ook in Den Haag geweest, hè, met een trekker. Hij heeft jou daar nog gezien, geloof ik. Maar alles met elkaar. Heeft het nu dan al toch een beetje meer vertrouwen gegeven in de politiek? Alles bij elkaar. Beetje meer vertrouwen, denk ik. Denk een beetje. Maar ja, hij moet zich nog bewijzen. Hij begint net. Hij heeft mooie beloftes. Maar ik hoop dat hij op zijn minste heel vaar maakt, ja. Wordt jouw dochter nog boerin? Als het aan haar ligt, zeker. Als het aan mij ook. Alleen, ik hoop niet dat de politiek een spel breekt.